Hi iedereen, vorige keer heb ik jullie een artikel laten zien met een tonic, een do-it-yourself tonic met tomaten en citroensap. Alleen, tomaten is iets wat ik niet altijd in huis heb, maar citroenen wel. En ik vind het altijd heel erg fijn om mijn gezicht te scrubben. Dus toen kwam ik op het volgende en dat is een citroen- en suikerscrub. En ik wil jullie even laten zien hoe ik dat ga doen. Wat je doet, je snijdt een stukje van de citroen af. Ongeveer zoiets. En dan doe je een beetje suiker in een bakje. En die dip ik erin. En hiermee ga je dan je gezicht scrubben. Meestal doe ik dit boven de wastafel, omdat er soms wel eens wat citroensap uit kan lekken. Maar ik hoop dat het nu goed gaat. En als je merkt dat de suiker een beetje aan het oplossen is, dan kan je hem gewoon weer opnieuw erin dippen. En dan begin je weer opnieuw. En als je klaar bent met scrubben, kan je het eventjes nog met je handen zo doen. Zodat je echt bij alle plekjes kan komen op je gezicht. Waar je altijd wel voor uit moet kijken zijn open wondjes, want citroensap is heel erg zuur, dus dat kan heel erg prikken. En voor de rest zijn er soms ook wel mensen gevoelig voor citroensap, dan kan hun huid er niet goed tegen. En wat je dan kan doen is een beetje citroensap gewoon uitknijpen, aanlengen met water, dat mengen met suiker en dan zo met je handen aanbrengen op je gezicht. Het wordt een beetje kleverig doordat de suiker en de citroen met elkaar gaan versmelten. Dus dan is het tijd om het eraf te wassen met een flinke plens water. Of je kan het doen voordat je gaat douchen. En omdat je citroen hebt gebruikt, wordt je huid gevoeliger voor het daglicht. Daarom is het verstandig om altijd eerst een paar uurtjes te wachten voordat je de deur uitgaat. Dus ik raad het aan om niet 's ochtends te doen, maar wel 's avonds. En mocht je wel de deur uitgaan, zorg dan in ieder geval dat je smeert met een crème met een SPF van minimaal 15. En ja, ik vind het heel erg fijn om gewoon één keer in de week eventjes te doen als scrub. Omdat ik altijd heel veel donkere vlekjes heb en de citroen die zorgt ervoor dat dat minder zichtbaar wordt. Dit was het tutorial. Ik hoop dat jullie het duidelijk vonden en dat jullie er wat aan hebben gehad. En als er nog vragen zijn, stel ze dan en dan zal ik proberen om ze te beantwoorden. Doeg!